Welkom bij deze Solid Edge ST8 Spotlight, waarin wij een kijkje gaan nemen naar de parts list from SubAssembly. Ik heb aan de linkerkant een hoofdsamenstelling staan en aan de rechterkant staat een subsamenstelling van deze hoofdsamenstelling. Wanneer wij hier gewoon een parts list van gaan maken, dan kennen we dat allemaal wel. Doen we dat op deze manier. Hebben we hier nu de parts list staan van de hoofdsamenstelling. En wat nu als jij bijvoorbeeld een ST7 of daarvoor van een subsamenstelling een parts list wilde maken? Dan moest je eerst een heel gedoe daarvoor uitoefenen om dat vervolgens voor elkaar te krijgen. Wat nu als we gewoon de parts list pakken, de link to active uitzetten, de assembly aanklikken die we graag willen hebben en daar dan hier op from selected subassembly klikken. Dan kunnen we hier de subassembly te pakken nemen en die kunnen we hier wegklikken. En zo zie je dus ook dat we nu op een veel snellere manier in ST8 eigenlijk gewoon bij een subassembly kunnen komen. En dat is voor nu deze spotlight. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.